Hallo allemaal en super leuk dat je kijkt naar de Italië vakantievlog. Vandaag is onze allereerste dag, of eigenlijk gisteren. We zijn namelijk gisteren om 4 uur 's ochtends, 4 uur 's nachts vertrokken naar Italië. We zijn toen ook om 4 uur 's middags aangekomen bij onze allereerste camping. Daar heb ik verder niks gefilmd. Ik kan wel even een foto in beeld plaatsen van hoe we erbij zaten. Maar dit was gewoon onze overnachtingscamping. Omdat wij vandaag doorrijden naar Elba. We hebben hier een camping geboekt waar we ongeveer 11 dagen zitten. Dus echt super lang. Of in ieder geval, ik vind het best wel lang, maar ik heb er echt heel veel zin in. Dus vandaag gaan wij doorrijden naar Elba. We zitten nu in... Ik zal even een beeld plaatsen bij het plaatsje waar we nu zijn. We gaan nog heel even boodschappen doen. En dan gaan we doorrijden naar Piombino. Dit is de haven waar de ferries vertrekken naar Elba. Want je moet naar Elba met de boot. Superleuk. We hebben ook de boot al een maand geleden of zo tickets geboekt. Want je moet daar tickets voor hebben. De bootrit duurt ongeveer een uur. En dan ben je dus op Elba. En vanuit Elba gaan we naar het haventje Porto Ferrario, dacht ik. En dan gaan we dus nog ongeveer 20 minuten rijden. En dan zijn we bij de camping aangekomen. We hebben wel de boot vanavond pas om 6:15. Dus het is dus ongeveer nog een uur. Dus dan zijn we rond 7:30 op de camping. En dan gaan we alle spullen opzetten. Maar ik neem jullie in deze vlog gezellig mee. Zoals je kan zien. Dion is er ook bij. We zijn nu al even aan het tanken. Daarna gaan we dus boodschappen doen. En dan rijden we aan naar Piombino. Wat ongeveer nog 2,5 uur is rijden. En ja, ik weet het. Ik heb nog steeds een corset. Maar zoals je kan zien is het een korsje. Dus het gaat bijna weg. Dus mocht je dat zien en wil je weten wat het is. Het is een corset. Het is ondertussen 3:50. Dion en ik zijn aangekomen in Piombino. Dat is dus een soort havenstadje waar de ferries vertrekken naar Elba. Onze boot, of onze ferry, gaat om 6:15. En je moet er een uur van tevoren zijn. Dus we moeten er 4:45 zijn. We zitten even bij de McDonald's. We zitten hier eigenlijk al eventjes. Maar Dion is even binnen wat eten bestellen. Want we gaan hier even avond eten. Omdat we natuurlijk om 5:45 de boot hebben. En dat duurt een uur. Dus dat is 7:15. Kunnen we niet echt eten. En we hebben ook geen eten gekocht voor op de camping. Dus dachten we gewoon, dan gaan we hier even bij de McDonald's eten. En dan kijken we wel even in Elba of op Elba wat we doen. Of we nog trek hebben of zo. We hebben altijd ons ontbijt van vanochtend nog. Crackers met jam. Dus die honden even eten halen. Ik heb er zin in. Ik heb volgens mij gewoon een McChicken gedaan. Dus ja, niet heel speciaal. En dan gaan we dadelijk naar de boot. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het een beetje leuk is en dat we een mooi uitzicht hebben. Maar we gaan het zien. Nou, dit is wat we hebben. Ik heb een McChicken. Dion heeft een soort andere burger. Volgens mij is dit echt zo'n... Kijk ik het eraf. Wat is dit? Oh ja, het zit er gewoon op. Maar ik weet niet wat dit is. Wat heb jij? Een grill barbecue burger of zo? Geen idee. En hier kunnen jullie nog zien. Maar wij gaan dit nu lekker eten. Het is ondertussen 5:00. Onze boot gaat over 1:15 als het goed is. En we zijn dus gewoon letterlijk de eerste hier die aan het wachten zijn. We kwamen net al aan, 3 kwartier geleden. Maar toen mochten we nog niet bij de rij staan bij de auto's. Er was hier al een boot eerder. We hadden gehoopt dat we eigenlijk met die boot mee mochten. Namelijk de boot van 4:15. En wij hebben natuurlijk om 6:15. Want ze gaan om de 2:00. Maar dat mocht niet, want die was helaas vol. Dus toen moesten we even ergens anders gaan staan op het parkeervak. Die is dus nu weg. Hij had een beetje vertraging. En nu zijn wij dus hier aan het wachten. Die van Corsica gaat. Check, wajo. Daar staat er een naar Corsica. Die boten vertrekken vanaf hier dus ook. Die gaat nu. Maar wij staan hier dus als allereerste. Staan we hier te wachten. Want hierachter kunnen dus helemaal auto's staan. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Zaterdag zijn Dion en ik natuurlijk aangekomen in de avond. Toen hebben we de hele tent opgezet. En gisteren hebben we even een chill dag gehad bij de camping. Want het weer was niet super goed. Het was tot de middag een beetje goed. En daarna heeft het in de avond echt super erg geonweerd en gebliksemd en geregend. Dus toen was het niet echt ideaal, maar het was gewoon prima. En nu is het wel echt weer heel lekker weer. Dus ik heb lekker een outfitje aangetrokken. En wij gaan nu naar een heel mooi strandje. Dus we hebben de auto hier langs de weg geparkeerd. Dus we... We staan zo echt super goed. Kijk maar, we staan lekker dicht hierbij. En dan gaan we nu naar een heel mooi strandje. Dus ik ben heel benieuwd, want dit blijkt echt een heel mooi strandje te zijn.
Het is ondertussen 6:45. Dion en ik liggen nog lekker op de bedjes, maar dit is gewoon bij de camping. Rond een uur of 2:30 gingen Dion en ik weg vanuit het strandje, zeg maar. Het was op een gegeven moment echt super druk, maar het was niet per se irritant druk, want de mensen waren allemaal best wel rustig en niet dat mensen heel erg veel lawaai maakten ofzo, maar het was wel heel druk. Dus mocht je daar naartoe gaan, zou ik aanraden om gewoon al lekker vroeg in de ochtend te gaan. Wij waren er dan rond 9:30, 10:00 of zo. En toen was het echt al wel druk, maar wij hadden wel een heel fijn plekje. Dus dat was echt heel fijn. Verder hebben we de auto ook gewoon langs de weg geparkeerd. Want je kon ook parkeren voor 10 euro volgens mij. Bij zo'n parkeerplaats, zeg maar daar. Maar dat was echt niet nodig. Want je kan het ook gewoon naast de weg parkeren. Dat deden heel veel mensen ook. Toen zijn we even boodschappen gaan halen. We hebben wat water gehaald. Avondeten. We gaan vanavond lekker spaghetti maken. Super lekker. Met ook speciale pasta. Ik zal het zo ook even laten zien. En ik zal sowieso ook even onze plek laten zien. Ja, wij liggen nu hier lekker al de hele middag te chillen, of verder de hele middag. Ik ben lekker in een nieuw boek begonnen. Ik heb Done & Dusted uitgelezen vanmiddag op het strand. En nu ben ik dus begonnen in Killer Instinct, want ik had even geen zin in een romance. Ik heb wel nog twee andere romances meegenomen, maar ik had even zin in deze. Dus die ben ik nu aan het lezen. Heel leuk, tot nu toe alweer. Maar wij liggen hier nu lekker te chillen. We gaan zo even weer terug om eten te maken en zo dus. En te douchen. Maar voor nu liggen we hier echt lekker. Dit is echt ons favoriete plekje hier op de camping. Want het is lekker cool. Het waait hier lekker. En het is gewoon super mooi. Het uitzicht hier is echt prachtig. Ik zal het even laten zien. Maar het is echt heel mooi. Kijk, dit is gewoon het uitzicht wat wij hier zien. Dit is toch niet normaal hoe mooi. Er is hier zelfs een schommel. En vanuit de camping hebben ze hier dus van die bedjes. Volgens mij hebben ze er 10 met ook allemaal een parasol. En die zijn dus gratis. Dus dat is wel heel fijn. Daar staan ook bankjes en daar ook zo'n camping dingetje waar je ook gewoon lekker kunt zitten. Spelletjes kunt doen ofzo. Of de zonsondergang kijken. Want die gaat daar altijd onder. En aan de andere kant komt de zon op. Hier heb je ook een soort paadje dat je kunt bewandelen ofzo. Dat willen Dion en ik ook nog even een keer doen. Want volgens mij is daar best een mooi strand. Maar kijk even hoe mooi dit is toch. Prachtig. En vanaf hier kun je dus ook onze plek zien. Dus daar ga ik even naartoe. Oké, ik loop er even naartoe. Ik heb ook nog lekker mijn bikini aan. Maar vanaf hier kun je dus gewoon onze plek zien. Hoe grappig. Kijk. Oh, het zonnetje schijnt ook echt nog lekker. En daar is dus ook onze plek. Super grappig. Maar we zitten dus ook echt lekker dicht hier bij het strand. Maar het is best wel warm onder. Dus wij zitten altijd gewoon lekker boven. Maar kijk even hoe mooi. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer dinsdag. Dion en ik zitten in de auto, zoals jullie kunnen zien. We hebben ons weer lekker klaargemaakt voor een dagje strand. Gisteren heb ik niet meer de tent gefilmd en hoe we staan. Dus dat zal ik straks nog wel even doen. Maar we hadden gisteren even een klein probleempje met ons gehakt. Daar zaten namelijk allemaal mieren in. Dus we moesten nog heel even naar de minimarket verderop ergens om gehakt te halen. En toen hebben we lekker ook avondeten gehaald. En het wordt best snel donker. Sneller dan in Nederland in ieder geval. Sorry, er zitten echt allemaal gaten in deze wegen. Dus ik wiebel een beetje. Maar ja, dus dat moesten we even doen. En toen hebben we gekookt. En daarna werd het dus donker, wat ik zei. Dus toen heb ik ook niet echt meer kunnen filmen. Nu is het ondertussen alweer 10:50. We zijn over 10 minuten bij het volgende strandje aangekomen waar we vandaag naartoe gaan. Dit is volgens mij meer een soort rotsachtige plek. Maar we gaan het zien. We zijn nu ook echt aan de andere kant van het eiland. Want dit was ongeveer een 30 minuten rijden. En dat van gisteren was 20 minuten. Maar dat was meer naar boven. En nu gaan we meer naar de linkerkant van het eiland. Hier is ook een tank. Deze is misschien goedkoper. Oeh, is ook duur. Maar in ieder geval, wij gaan nog even rijden. En dan komen we aan bij het volgende strandje. Nou, Dion en ik hebben weer genoten van een heerlijk dagje bij het strand. We zijn op een gegeven moment ook weer naar huis gegaan. Hebben we hier weer middag gegeten. We waren volgens mij rond 2:30, 3:00 weer thuis bij de camping. Dat hebben we tot nu toe iedere keer gedaan. En toen zijn we bovenin weer gaan chillen bij die bedjes. Dat ligt echt super chill, wat we gisteren ook hebben gedaan. Nu hebben Dion en ik gedoucht. Ik heb al een topje aan van mijn outfit. En ik heb al een beetje tan lines. Ik ben zelfs echt verbrand om mijn rug. Je ziet het niet, maar ik ben echt verbrand. Want we hebben gedoucht, want wij hebben gereserveerd voor vanavond om lekker ergens te gaan eten. Dus daar heb ik helemaal zin in.
zin. Dus we hebben lekker gedoucht. Ik ga mijn haar en mijn make-up nu even doen. Mijn broek heb ik dus nog niet aan. Maar het toiletgebouw is altijd een beetje nat. En ik wil een lange broek aan. Dus die doe ik op het allerlaatste moment aan. Anders wordt die natuurlijk helemaal vies. Maar ik had nog beloofd aan jullie om onze campingplek te laten zien. Dus dat ga ik heel even doen. Dus ik loop even weg bij onze tafel. Nou, dit is hoe onze plek eruit ziet. Hier hebben we dus de auto neergezet. Dit is dan onze plek. En dan heb je hier links het toiletgebouwtje. Ziet er nu een beetje ranzig uit. Maar dit is ook echt zo'n vieze hoekje. En daar is dan alweer het strand. En als ik me omdraai, dan hebben we hier ook helemaal uitzicht van het strand. Daarboven is dus de chillplek. En hier heb je ook gewoon allemaal andere campingplekjes, zoals je kan zien. Maar dit is dus onze plek. We hebben als allereerste hier een soort hanglijntje. Ook om meteen een soort privacy een beetje te doen. Omdat heel veel mensen hier natuurlijk voorbij lopen voor het toiletgebouw en het strand. Hebben we deze hier gewoon neergehangen. Met onze handdoekjes en zo. Dan hebben we hier onze tafel. Daar hebben we onze koelkast. En dit is natuurlijk weer onze tent. Die hebben jullie wel vaker gezien. Ik zal heel snel even naar binnen lopen. Al is het wel een beetje rommel. En vooral de tent is heel vies. En de binnenkant van de tent ook. Omdat het natuurlijk... Was dat eergisternacht? Heeft het natuurlijk best wel erg gestormd hier. Dus de tent is een beetje modderig geworden. Maar dat is natuurlijk nu opgedroogd en dan wordt het dus heel erg zanderig. Hier hebben we dingen die we vaak gebruiken. Dit is het hoekje waar we slapen. Kun je wel zien. En zoals ik al zei, ja, dit ziet er echt super sad uit. Maar dit is gewoon verwerkt voor ons. En het is ook even dat we alles gewoon makkelijk snel kunnen pakken. Want het is gewoon super warm in de tent. Dus je wil zo snel mogelijk meestal er weer uit. Hier hebben we nog wat extra kabels, onze waterschoentjes. Hier ook spullen die we makkelijk eruit kunnen halen, die we vaak gebruiken. En hier hebben we al onze kleren, wat echt altijd een rommel wordt binnen no time. Maar daar zit voor ons gewoon een systeem in. Dus, dat is onze tent. Ik zie er ook uit alsof ik geen haar heb. Maar ik ga me nu even verder klaarmaken. Dus ik dacht, misschien kan ik dat ook wel filmen dat ik mijn make-up ga doen. Ik ga het even kijken. Echt fijn ook dat we die parasol mee hebben. Die gebruiken we ook echt iedere dag naar het strand, maar ook bij de plek. Oké, ik heb mezelf helemaal klaargemaakt. Ik kijk een beetje met gespleet ogen, maar het zonnetje schijnt. Mijn haar is gewoon al helemaal opgedroogd door de lucht, dus dat is echt ideaal. Verder heb ik dus dit hele leuke topje aan en deze broek. Misschien kan ik het zo even beter laten zien. Zo, deze broek van de Zara met deze schoenen van de H&M. Dit topje komt ook van de Zara en dan doe ik deze tas erbij om. Ik moet alleen nog even kijken wat ik allemaal meeneem. Maar dit leuke tasje van de Primark. Dus dat is de outfit. Dion en ik gaan lekker uit eten. Ik laat mijn camera hier, denk ik. Zodat ik alles gewoon met mijn telefoon kan filmen. Want dat past dus ook niet heel veel in het tasje. Maar ik heb er heel veel zin in. Dion ook. Dus wij gaan lekker uit eten. Goedemorgen, het is vandaag alweer de volgende dag. Het is vandaag woensdag. Dion en ik zitten weer in de auto omdat we vandaag weer lekker naar een nieuw strandje gaan. We gaan nu naar het strandje Padulella heet het volgens mij. We staan in de rij voor een parking iets. Ik heb geen idee, het duurt heel lang. Ik weet ook niet waarom, maar we kunnen ook niet meer achteruit. Want het is een heel smal straatje, dus we gaan het wel zien. Het is bijna 10 uur. Gisteren was het avondeten echt super lekker. We hadden ook gewoon 3 gangen. Ik zat echt... propje vol, maar het was heel lekker, heel gezellig. Echt een aanrader, mocht je hier naartoe gaan. Voor ons was het wel even wat verder rijden. Volgens mij hebben we er een half uur of zo op gereden. Maar het was het echt waard, het was super lekker. Maar vandaag is weer een lekker dagje strand. We willen ook vanmiddag nog even wat boodschappen doen. Want vanavond gaan we ook weer gewoon koken bij de camping. Dus ja, vandaag weer een lekker dagje strand.
Jullie kunnen zien dat Dion en ik weer bij de tent zitten. We hebben echt lekker de hele dag en middagavond gelegen op het strand. We hebben hierboven ook weer even gelegen. Dat is echt onze vaste routine, maar super chill. Het waait ook lekker. Ik weet niet of jullie het kunnen zien of horen. Heerlijk. Dion en ik zijn nu in ieder geval aan het koken. Lekker avondeten aan het maken. Het is nu bijna 7:30 denk ik of zo. Dus dan is het echt een perfecte temperatuur hier om eten te maken. De zon schijnt nog een beetje daar, maar verder is de campingplek al lekker vol schaduw. Dus dat is echt ideaal. Het lijkt een beetje rommel, maar we zijn natuurlijk nu net bezig. Ik heb hier net tomaatjes, ui en komkommer gesneden. Dit is een deel voor een salade. En dit is ook nog voor bij de pasta, want we gaan pasta pesto maken. Dus hier hebben we ook nog lekkere mozzarella bolletjes, rucola wat er nog in komt. Dit is de pesto die we hebben gekocht. Geen idee, maar die zag er wel lekker uit. En dit is de pasta die we gaan gebruiken. Dus we zijn nu lekker aan het koken. Kijk, daar kun je het zien. Wacht, ik ga het even laten zien hoor. Kijk, dit is ons kookstelletje. Daarin zit dus de pasta. Hierin zit al ui en spekjes. En daar komt dus nog een beetje komkommer bij. Of komkommer, hoe noem je het? Tomaat bij, kookroom en rucola. Super lekker. Dion en ik hebben lekker eten gekookt. We hebben nog steeds onze bikini aan. En ik heb ook mijn bikini outfit aan. Dion, dit is leuk voor een foto trouwens. We moeten even een foto maken. Maar we zijn even aan het wandelen. Daar is dus onze camping. En dan ben je dus gewoon letterlijk al hier bij het strand. Daar is Dion. En wij dachten, we gaan even een beetje wandelen hier. Een beetje in de omgeving kijken wat er allemaal is. Maar de zon gaat nu ook onder. Dus het ziet er echt super mooi uit. Maar het is gewoon iedere dag eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar wel weer heel leuk. We hebben een heel mooi strandje bezocht. Ook een rustig strandje vooral. En nu zitten we in de auto. We hebben ons weer zelf klaargemaakt in een wat leukere outfit. We hebben pizza afgehaald. Super lekker bij dus een pizzeria hier net. En dat gaan we nu lekker gewoon opeten op de camping. Daar waar we normaal ook zitten bij die bedjes. Want daar is het super lekker cool. En dan kunnen we dus ons ondergang een beetje bekijken. Dus dat leek ons wel leuk. Dus ja, dat is een beetje wat we vandaag gedaan hebben. Morgen ook weer lekker een chill dagje. Waarschijnlijk bij de camping denk ik. Ik denk niet dat we morgen ergens heen gaan. Maar dat gaan we allemaal zien. Maar ik ben heel benieuwd naar deze pizza's. Ik heb er heel veel zin in. Dus... Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik heb de afgelopen 2 dagen volgens mij niet echt gevlogd als ik met de camera. Ik heb wel wat gefilmd met mijn telefoon. Maar we hebben gewoon de afgelopen dagen gechilled bij de camping. Dus niet heel veel speciaals. Nu zijn we weer bij een strandje beland. Het ziet er nu niet heel mooi uit, maar jullie hebben al wat beelden kunnen zien. Super mooi. Het heet Pauline Beach of zo. De parking was niet heel nice. Maar verder, het strandje ziet er tot nu toe wel al mooi uit. Het is ook helemaal niet druk. Het is echt lekker rustig. Dus dat is fijn. Dus John en ik gaan hier een beetje even chillen. En vanmiddag gaan we weer even boodschappen doen. En vanavond willen we weer gaan uit eten. Dus dat is super leuk. Kan ik weer een leuke outfit aantrekken. Maar vandaag lekker een chill dagje op het strand. Ik heb weer mijn favoriete outfit aan. Dit blouseje van de Zara. Bayou de Label bikini en het broekje van de Stradivarius. Kijk, maar het strandje ziet er dus zo uit. Je hebt hier ook wat sunbedjes die je zeg maar kunt huren voor een dag. Maar verder dus ook wel hier en daar wat plek om te liggen. Zo ziet verder het strand eruit.
zijn nog niet het water in gegaan, dus we weten nog niet of het, zeg maar, of de kwallen zitten of zo. Maar het zal denk ik wel meevallen, want er zitten best veel mensen in het water, zoals je kan zien. Maar ja, echt een heel mooi strandje tot nu toe. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag 30 juli. Morgen vertrekken we alweer naar huis, morgenochtend. Dus vandaag is onze allerlaatste dag op Elba, helaas. We zijn net ook al even naar de camping gegaan om te betalen. Ja, dus dat is echt super jammer. Ik heb de afgelopen 2 dagen volgens mij weer niet gefilmd. Maar ik heb heel lang zitten twijfelen of ik überhaupt wel een vakantievlog wilde maken. Omdat ik ook gewoon echt even... ja, niet zoveel zin had om te filmen. Maar ik dacht, Senna, je filmt gewoon en je kijkt maar wat er van komt. Dus ik hoop dat het een beetje een leuke vlog is geworden. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of ik hem uiteindelijk uploaden. Maar ja, gisteren zijn we gaan uit eten. Verder hebben we... Het was super lekker trouwens. We hadden lekker grill en zo. Een beetje Griekse vibes. Griekenland. Maar we konden niet hele lekkere restaurantjes vinden. Dus vonden we opeens een steakhouse. Toen dachten we van, ja, daar hebben we eigenlijk wel zin in. Want we hadden natuurlijk op de camping ook al heel veel pasta gemaakt. Dus we dachten van, dan gaan we gewoon ja, lekker vlees eten. Want dat hadden we niet heel veel gehad op vakantie. En verder zijn we gewoon lekker gaan chillen de hele dag. Lekker zwemmen. Het is super warm. Vannacht was het echt immens warm. Het was echt niet normaal. We hebben ook echt, we waren om 4:30 wakker omdat het zo warm was. Toen gingen we allebei even buiten zitten. Het was gewoon niet meer uit te houden in de tent. Vandaag wordt ook weer gewoon lekker een chill dagje. We hebben dus boodschappen al gedaan. We hebben uitgecheckt al, omdat morgen vroeg checken we al uit of gaan we wegrijden rond 1:55 of zo. Want we hebben de boot om 6:15. Dus het wordt ook een vroege ochtend morgen. Maar ja, dus we hebben even getankt zodat de auto helemaal vol is. We hebben boodschappen gedaan en we hebben dus uitgecheckt. Dus we kunnen nu gewoon lekker gaan chillen. Dion heeft vanochtend de tent al een beetje schoongemaakt. En ik heb al wat dingen ingepakt. Dus dat gaan we vanavond ook nog doen. Vanavond gaan we ook weer lekker pizza afhalen. Omdat we gewoon ook niet meer wilden koken. We wilden gewoon lekker easy simpel doen. Dus ja, vandaag onze laatste dag. Een hele goede avond allemaal. Het is alweer 8:50. Dion en ik hebben net alles, of in ieder geval een heel groot gedeelte van alles, ingepakt. Ik zal het zo even beter laten zien. Het is hier namelijk super snel donker. Tussen 9 en 10 wordt het hier echt al pikken donker. Dus we zijn blij dat we lekker op tijd zijn begonnen. We hadden lekker nog de hele avond gechilled boven bij die bedjes. Verder hebben we pizza afgehaald. Super lekker. En nu waait het heel erg. Het waait hier eigenlijk best wel vaak in de avonden. Maar ik zal even laten zien, want we hebben bijna alles ingepakt. Heel veel zit er in de auto. We moeten alleen morgen vroeg de tent, het luchtbed, de dekens en de kussens en zo. Maar dat is zo gedaan. En verder hebben we alles al ingepakt. En moeten we helaas morgen vroeg al gaan. Het voelt altijd zo raar dat we morgen al gaan. Maar het is wel echt zo, helaas. Maar ik zal even laten zien hoe het er nu uitziet. Kijk, dit is onze plek. Volgens mij heb ik het nog nooit echt helemaal laten zien. Maar dit is hier onze tent. Hier hadden we dan ook zo'n doek neergelegd. En onze tafel en stoelen. Dit is nu nog was wat we hier hebben, wat even moet drogen. Onze handdoeken en zo. Dat drinken we nog en dit moet allemaal als laatste dingetjes nog in de
In de auto. Ja, het is echt al donker zoals je kan zien. We hebben in ieder geval al één binnentent eruit gehaald. Dus dat scheelt al heel veel. Kijk, daar. Oeh, wat zit er in deze tas? Hé, die is leeg. Nou, die kan in ieder geval er ook al in. Maar verder is dit nog alleen de slaapkabine, zeg maar. En verder is alles hier al leeg. Dus Jon en ik gaan dadelijk nog even chillen. We hebben nog lekker een toetje die we even gaan opeten. Mijn camera staat niet meer scherp. Maar jongens, ik ga eindelijk een nieuwe camera kopen. Dus stay tuned voor betere kwaliteit en zo. Maar dat komt allemaal in een andere vlog. Maar daarboven kunnen we chillen op die bedjes. En dat gaan we nu denk ik ook even doen. Gewoon ook nog even wifi tappen, want de wifi hier is super slecht. 4G of 5G werkt zelf niet eens hier. Dus we moeten echt even naar een ander plekje. Maar ja, wij gaan nog even lekker een avondje chillen. Tijd slapen, zodat we morgen vroeg op kunnen. Want morgen moeten we volgens mij om 4:30 of zo opstaan. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis van vakantie. Het was echt zo mega leuk. Ik heb ook deze vlog al geëdit. En ik zag dus dat ik nog geen einde had gefilmd. Dus dat ga ik nu even doen. Maar ik vind het zo leuk om de beelden en de foto's en zo terug te kijken. Het was echt zo leuk vakantie. Ik moet wel zeggen, ik wist niet zeker of ik dit jaar wel een vakantievlog wilde maken. Ja of nee. Dus het is, ja, ik vind het zelf wel echt een hele leuke vlog geworden. Maar ik hoop natuurlijk ook dat jullie hem leuk vinden. Ondanks dat het niet per se, denk ik, mijn intentie was om de vlog uiteindelijk te uploaden. Maar ik ben toch blij dat ik het heb gedaan. Want nu heb ik weer gewoon een hele leuke video van mijn vakantie. Maar ik hoop natuurlijk ook dat jij hem leuk vond. Dus vond je deze vlog leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Dat waardeer ik namelijk mega erg. En ik ben dus ook heel erg benieuwd waar jij dit jaar op vakantie bent gegaan. Of dat je nog gaat of zo. Laat het me weten, want ik ben echt super benieuwd. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk weer in een van mijn volgende video's. Doei!